Ho mensen, Krijn hier. En vandaag is het weer tijd voor een speciale opening jongens, want wij gaan een Pokémon Go Booster Box openen. We gaan het gewoon in het Japans proberen, want misschien hebben we hierin wel meer geluk. Deze video is dan ook gesponsord door Fuji Card Shop. Link staat in de beschrijving jongens. En wat ik heel erg tof vind is dat ze naast de Booster Box ook nog gewoon deze promo pakjes hebben gegeven. En ik ben gewoon echt heel erg benieuwd of we hier een Radiant kaart uit kunnen halen, want die heb ik nog geen één. Kijk eens aan jongens, de boosterbox zoals hij in de winkel ligt. Vinden jullie ook niet dat de Engelse Pokémon Go set ook niet zijn eigen boosterbox moet hebben? Yo, hier zitten gewoon 20 pakjes in met ieder 6 kaarten. Let's go! Dan hebben we hier een hele bijzondere Pokémon Go kaart. Ja, dat zijn codekaarten. Kijk eens aan. Claim de code en laat vooral weten wat je krijgt. Ik ben wel benieuwd. Dan gaan we gewoon omdraaien, denk ik. Ja, oké. We beginnen met de Pikachu. De Wishcash, dit is de Wimpod. Ja, dat is de Wimpod. Ik moet nou alle namen natuurlijk gewoon onthouden, jongens. Dan hebben we daar de Ambipom die als Spider-Man op het paaltje zit. Ik deed ook alle randjes, jongens. Oh mijn god. Hier is de Candela. 3, 2, 1. Hey, het is de Dragon Knight V. Wat een vette kaart is dit, jongens. En wat? Er is wel een energiekaart, dus we kunnen gewoon energiekaart gaan raden. Kijk eens aan. De code. Eén kaart naar achteren. Dan denk ik dat hier Electric onder zit. Oh, het is Leaf-type, jongens. Maar hey, ik heb de kaart terug achterhaald, dus dat is heel mooi. Dan hebben we de Alolan Raticate. Ariados in het spinnenwebje. En we hebben daar de Solrock, de steenzon Pokémon. Oh mijn god, het is weer iets, het is weer iets. Het is! Woehoe! Wat zijn dit? Huh? Maar dit is een promokaart. Oh ja, dit is de Blanche. Oh mijn god. Ik wist niet dat dit een kaart was in de Japanse set. 2 voor 2, jongens. We hebben gewoon weer een pool. There you go. Een 4. Ah nee, het is Psychic. Maar jongens, kijk naar die energiekaarten. Ik vind ze echt zo mooi. Zo glimmend. Ik ben er echt heel blij mee. Dus daar onze Lunatone. Hey, we hebben een Pikachu Holo. En dat is ook gewoon gelijk de laatste kaart van dit pakje. Maar jongens, kijk eens wat ik nu al tegenkom. Dat is gewoon onze eerste promokaart. En ja, jongens, het is gewoon 1 kaart. Oké. Ja, zie je, dat was alles wat in het pakje zat. 1. Oeh, het is de Bulbasaur met een Pokémon gift. Wat? Dit is een kaart die ik nog niet eerder heb gezien. Oh mijn god, dat is echt heel schattig. Daarna de code. Zo, wat ging er hard. Dan is het hier onder 4. Dan hebben we daar de Rattata. De Eevee. Slow. Bro, dit is Slowbro op de pier. Dan zit daaronder onze spinnenwerk. Oh, het is de Gyarados. Oh mijn god. Ik vind die randen ook altijd zo mooi van de Japanse kaarten. Kan dit pakje mij een Radiant schenken? Oké. Het zijn 3 Radiants, dus we hebben gewoon 3 pakjes geopend, zodat we 3 kansen hebben op een Radiant kaart. Claim ze snel. There you go. Alright, ik denk dat hier onder vuur zit. Oké. Daar onder vuur. Nog één keer, jongens. Vuur. We beginnen met de Tranquil. Dan hebben we natuurlijk de schattige Pikachu. Spark. Ik ken gewoon echt alle kaarten uit deze set ondertussen. Oké, het eerste pakje heeft geen pool. Het is de Golisso pool. Dan hebben we de Natu. De Bulbasaur. De promokaart is echt anders, jongens. Ik vind het echt heel tof om te zien. Ik zie een randje. Ik zie een randje. Oké. Ja, jongens. Oh my god. We hebben een Japanse Mewtwo V-Star te pakken. Dat is echt insane, jongens. Dan is hier de Magikarp. We hebben de Wartortle. Nu hoeven we alleen nog maar die Radiant Blastoise. Daaronder zit onze Pokéstop. Oké, het is een Ultra, jongens. Deze ogen gaan dicht. 1. Oh, het is de Conkeldurr V. Kijk eens aan. Alright, we gaan door. Code. En vuur. Oké, ik moet misschien maar wat anders gaan zeggen. Maar dat is het juist, jongens. Als ik nu wat anders ga zeggen, dan wordt het weer vuur. Alright, dan hebben we daar de Smeargle. De Bibarel. We hebben daar de Bulbasaur, de Lunatone, de Solrock en het is de Sylveon. Weer een nieuwe holokaart voor de Japanse verzameling. Die pakjes gaan allemaal open als boter, jongens. Gaat het vuur zijn, jongens. Ik moet het gewoon blijven zeggen. Ja! Eindelijk! Oh mijn god. En ik was nog aan het twijfelen om over te gaan naar een andere energiekaart. Dat is daaronder onze Squirtle. De Bidoof, want die do be doof. Oh, we hebben hier de Blanche. En onze Zapdos alweer. Wel weer een nieuwe holo voor de verzameling. Code, let's go. 1 naar achteren en het is Steel. Ah, nou is het Electric. Joong, 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 joong. En het is de Bell Battle. Hey, wat? Er is weer een promokaartje, jongens. De tweede alweer. Ja, ik zie al een randje. Ik zie een randje. Yo! Oh mijn god. Dit is de Dragonite promokaart die ook gaat zitten in die grote Pokémonbal die nog moet uitkomen. Deze promokaart komt in het Engels, maar die is er nog niet in het Engels. Dus dat is heel gaaf om gepakt te hebben uit een pakje, jongens. Oeh, alright. We gaan door. Code. Electric, de Magikarp. Oh, pff.
Pido, we gaan jou eens een zetje geven. Deze gaan wij mooi opsnoepen, want we hebben weer een nieuwe alter. Let's go, jongens. Het is de Executor V. Een kaart die ik in het Japans ook wel nog niet heb. Het wordt echt steeds spannender. Oh, nee. Ik ben gewoon te enthousiast. We gaan eerst met de linker beginnen. Daaronder zit... vuur. Oh, het is de Psychic. Zal hier dan Psychic onder zitten? Nee, dat is de Grass-type. Wie gaat winnen? Pidoof. Charmander. Dan hebben we de Rattata en de Pikachu. Candela en de Wartortle. Dan is daar onze Chansey die ons meer kansen geeft. Hier is de laatste kaart van het linkerpakje. Dat is onze Lapras Holo. Ook een kaart die we nog niet hebben. En het is de enige... de echte, de Melmetal V-Max. Let's go. Deze heb ik nog niet. Maar jongens, het is natuurlijk wel overduidelijk wie er gewonnen heeft. Deze heb ik al één keer eerder gepakt in de pack battle met Dion. Code. En daaronder zit... Steel. Oh, het is water, jongens. Onyx is ook gezegd Xeno. Dan hebben we daar de Eevee, Tatu, een Verzand... die niet zo plezant in de regen aan het vliegen is. Oeh, de Moltres. Ja, dat is alweer het laatste kaartje van het pakje. Het wordt gewoon echt steeds spannender en spannender. En ook warmer en warmer. Want we zitten nog steeds in de prachtige zomerperiode. Code. Eentje daarachter. En dan zit daaronder natuurlijk Fire. Oeh, nooit. We hebben hem alweer. Nou, ik moet gewoon alleen maar Fire gaan zeggen, jongens. De... Raticate, een opening is niet compleet zonder jou. Spark, geef mij wat geluk. Woe, yes, het is de Melmetal V. Nu hebben we ze gewoon allebei, jongens. Code. Oké, we gaan dit pakje compleet blind openen. En dan ben ik benieuwd hoeveel we daarvan goed hebben. Ik denk dat dit steel is. Ja, dit is steel. Woe, let's go. Dan is hier onze Camerupt, Spinarak, Squirtle, Pokestop. Oké. En dit is dan alweer de laatste kaart. En dat is een Moltres Holo. Wow, what? Holy s***, nooit! Oh mijn god, en ik had gewoon mijn ogen dicht voor het pakje. De allereerste Radiant kaart is te pakken, jongens. We hebben je gevonden. Oh mijn god. Ik kan het niet geloven. Dit is echt niet normaal. Puur. Oké, het is steel. We hebben de Larvitar, de allereerste. De Tranquil, Puppitar. En dan is daar onze Blizzy. Dit is echt niet te geloven, jongens. Deze kan eigenlijk gewoon meteen in de map. Oeh, we hebben nog twee pakjes te gaan, jongens. Oh mijn god. Code kaart. En daaronder zit... Dark. Oh nee, nou is het electric. Dan is hier de Numel, de Ambipom, Charmeleon. Wie weet poelen we ook nog die Holo Charizard. En het is de Snorlax. Oh nee. We hebben nog één promokaart en nog één Pokémon Go pakje te gaan. Lightning. Oh nee, en nu is het wel Dark. Oh, je zult het maar net zien, jongens. Spinarak. We hebben de Magikarp. Dan is daar de Puppitar. En... oh, yes, de Mewtwo. Wie? Hier hebben we ze ook allebei van. Oh mijn god. Wat een hoop pols hebben wij. We gaan door naar het laatste promopakje. Ik ben echt mega blij met de Radiant die we hebben gepakt. Wat gaat dit zijn, jongens? Heel voorzichtig, want die zit maar één kaart in. Ha! Daar is hij in het Japans. We hebben de Executor V promokaart in het Japans weten te pakken. Kijk naar deze pols die wij vanuit de box hebben gehaald. Vond je een leuke video? Like, abonneer, reageer. Klik ook vooral op deze video, want hier pak ik ook gewoon een Charizard in. En dan zie ik jullie de volgende keer. Woehoe! Let's go!